Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolken boven Nederland. Dat betekent dat er ook veel plaatsen zijn waar geen bewolking is. Vanochtend schijnt de zon dus weer flink. Op een paar plaatsen zijn er wolken. Aan het einde van de ochtend kan lokaal al een bui vallen. Op de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur loopt snel op. Het einde van de ochtend is het 24 graden. Vanmiddag wordt het 27 tot 31 graden. En bij die hele hoge waarde neemt de kans op een lokale regen- of onweersbui wel toe. Dus later vanmiddag verwacht ik meer buien. Vanavond verdwijnen de buien weer, blijft het nog lang warm en er staat ook weinig wind. Alleen in de kustregio's kan een zeewindje op de stranden voor wat verkoeling zorgen. Morgen opnieuw hoge temperaturen en dan wordt de lucht vochtiger, waardoor we meer buien verwachten en ook zwaardere buien. Met name in het oosten en zuidoosten. Kan daar af en toe flink hozen en ook hagel en windstoten zijn mogelijk. De rest van de week houdt de zomerstand. Daarbij neemt de kans op buien geleidelijk wel weer af. Maar als er een bui valt, dan is het wel meteen één met onweer. Temperaturen 23 tot 27 graden voorlopig. Pas in het weekend gaat het kwik wat naar beneden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.